Wat is het eerste dat je doet als je kind uit het raam valt? Je belt de kinderopvang! Welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Leaf Green Randomizer. Vandaag beginnen we met een leuk lesje tellen, moet je zien. 1, 2, 3, 4, 5, 7. We gaan vandaag eindelijk de 6e badge halen. Halleluja! Ziet u trouwens ook al dat ik al 74 Pokémon heb gevangen? Of zoals Bon Jovi zou zeggen... Oh, we're halfway there! Oh, living on a prayer! Dat is een grapje. We gaan vandaag eindelijk de 6e gym doen. Het is een geinige gym, want je moet teleporteren en uiteindelijk kom je dan bij de persoon waar je heen moet. Ik heb dus geleerd dat als je gewoon van portal naar portal blijft lopen, gewoon van boven naar onder, hoef je 0 keer te vechten, kom je alsnog bij de gymleader uit. Als ik me niet vergis. Ik weet pittig zeker dat dit werkt, want ik heb het wel eens geprobeerd in mijn leven. Het is gewoon een serie. Ja, daar ben je dan. Voor mij is het de gymleader, toch? Of is het een willekeurige dude die er gewoon op lijkt? Oh, dat is het. Dit is helemaal niet de echte, joh. Ik dacht dat dit Sabrina was. Shit. Als je gewoon iedere keer naar boven en naar beneden blijft lopen, kom je er als het goed is wel. Dat kan ik doen. In principe zijn de Pokémon niet super sterk. Maar aan de andere kant, ik krijg wel geld van ze. Momenteel zit ik best wel in een ultrabalcrisis. Ik heb niet genoeg ultrabals. En die heb ik wel nodig. En ja, dan is het in principe wel handig als je wat geld verdient door bitches af te maken. Bitches zoals deze gast met zijn waylord. Of het is een meisje. Hou me niet eens mee bezig. Ik ben geen seksist. Ik ben alleen een walvisist. Geen idee wat het inhoudt, maar ik ben het. Heb ik nog leuke dingen te vertellen? Ja! Vandaag gaan we het hebben over een van mijn vele frustraties. Vandaag gaan we het nog een keer hebben over feministen. Gewoon nog een keer. Wordt nooit oud. Feministen. What's that all about? Welke aanval zal ik weer wegleren? Zal ik stomp wegdoen? Dat is wel de moeite waard, denk ik. Ja, ja. Nou, oké. Okay. Er was dus een feminist genaamd Clara. En Clara, die had heel veel overgewicht. En dat vond ze niet leuk. Alleen, ja, Clara had twee opties in het leven. Ze kon of afvallen, of ze kon gewoon zeggen, ja, vrouwen hoeven helemaal niet dun te zijn, fuck. Dat idee dat ze mannen verzonnen, dat hoeft helemaal niet. En toen koos ze voor de tweede. Einde. Nee, kijk, het probleem met feministen is ze proberen een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te lossen. Door alleen naar de problemen van de vrouwen te kijken. Zo van, hey, als je gelijkheid wil, mannen hebben ook problemen. Snap je? Snap je? Weet je, je kan wel doen alsof vrouwen zo zielig zijn, maar bijvoorbeeld bij een scheiding... is de kans dat de vrouw ook die kinderen meekrijgt veel groter. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Vrouwen zitten zo van, ja, het is niet eerlijk dat mannen meer verdienen. Maar dat hebben vrouwen met zich mee. Vrouwen hoeven niet verplicht het leger in als er oorlog uitbreekt. Dat is best wel een voordeel als je niet doodgaat en zo. Maar dan hoor je dan die feministen weer niet over, hè. En je hoort zo'n zeik over huiselijk geweld, hè. Hebben feministen iets tegen huiselijk geweld, weet je wel. Mannen die worden geslagen door een vrouw. Zal ik je dat vertellen? Er worden bijna net zoveel vrouwen en mannen geslagen door hun vrouw als dat vrouwen geslagen worden door hun man. Wauw. Nee, dat is echt zo. Waarom zou ik daarover liegen, kijker? Waarom zou ik daarover liegen? Dat is echt zo. Maar dat boeit feministen dan weer niet. Alleen huiselijk geweld is alleen erg als het van een man, door een man is op een vrouw. Als andersom is, boeit het niet. Nou, dat was mijn rant over feminisme. Als je echt gelijkheid wil, noem het dan niet feminisme als in vrouw, noem het dan equalisme als in gelijkheid. Dankjewel. Dat moest er even uit, vooral omdat het ook een vrouwelijke gymleader is. Ik had een visioen van jouw aankomst. Ik had een psychische krachten sinds ik een kind was. Het begon met een lepel. En ik zonder te boeien, boog ik hem. Ik hou niet van vechten, maar als je wenst, dan laat ik je mijn krachten zien. Dan moet je geen gymleader worden. Ach, godverdamme. Nou, in ieder geval, jij hebt weer wat geleerd over mijn mening over het feminisme. Voor psychische Pokémon moet ik zeggen dat je een hele mooie Dugtrio hebt. Dat mag ook verteld worden. What the fuck? What the fuck? Hey Rick, heb je nog meer leuke dingen te vertellen? Nee, dat dan weer net niet. Weet je, we hebben weer genoeg geleerd voor vandaag, denk ik. We hebben geleerd dat Dugtrio slash kan. En het is best wel irritant als hij dat doet. Of niet dan, Dugtrio? Of niet dan, precies. Voor mij heb ik zelf nog geen Dugtrio trouwens. Leuk Pokémon feitje, ik heb geen Dugtrio. Oeh, een Dunsparce. Oeh la la. Bonjour, mademoiselle. Voilà, petit. C'est un Dunsparce. Wil je nog meer leuke dingen over mij leren? Ik heb er vandaag serieus weer over nagedacht om gewoon ooit in mijn leven Russisch te leren. Dat lijkt me zo tof. Kijk, stel, hè. Het is een stel, want ik weet dat niet kan. Stel, ik zou van YouTube-video's maken kunnen leven, hè. Stel, dat kan. Dat bestaat. Het is een concept en dat wordt uitgewerkt en al die dingen.
dan zou ik echt gewoon graag in Rusland willen wonen. Dat ik gewoon in Rusland ben, lekker in mijn eentje, met mijn computer. En die bitch gebruikt iedere keer hyper potions, omdat ik hem net niet dood krijg. En dan ga ik gewoon Russisch leren. Gewoon helemaal in mijn eentje, een beetje fappen in Rusland. Op van die heel homoporno en dan wachten tot de politie komt. Dat is een goed idee. Gaat ze nou weer een hyper potion gebruiken, want dan krijg ik wel een beetje stront van. Ah, doei Dunsparce. Volgens mij gebruiken die meeste gymleaders maar twee hyper potions. Oftewel, je hebt nu twee hyper potions gebruikt op een Dunsparce. Van alle Pokémon, een Dunsparce. Drowsy is nu wel leuk. Eindelijk daadwerkelijk een psychische Pokémon. Wauw, applaus voor jou. Een paar afleveringen geleden schoot ik nog helemaal in de stress, want toen hadden we een Hypno. We hadden een Hypno en die hadden we niet gevangen. En toen helemaal, nee, we hebben de Hypno niet. En dat is het enige punt in de game dat je hem kan vangen, omdat de game gerandomized is. Toen heb ik dus eventjes teruggedacht aan het probleem. Dacht ik, ja, voor mij heb ik ook gewoon een gevangen Drowsy. Die kan ik ook gewoon trainen. Hey, wauw. Nou, hier doen we ook gewoon Boomerang op. Ja, ik ben erg origineel met de aanvallen vandaag. Ik weet het. Ik ben niet heel origineel vandaag. Ik doe eigenlijk alleen maar Boomerang. Nou, dat is niet waar. Ik deed ook Rock Slide op die Ductrio. Dus je moet niet haten, kijker. Je moet niet haten. Nou, zal ik nog een keer Boomerang doen? Wauw, onverwachte hoek. Porygon 2 kan het echt totaal niet aan dat hij in één keer zo onverwachts aangevallen wordt. Het raakte wel twee keer, dat is fijn. En hij viel flauw en ik kreeg heel veel XP en iedereen was gelukkig. Yay! Dit verlies schokt me, maar een verlies is een verlies. Ik geef toe, ik heb niet hard genoeg gewerkt om te winnen. Jouw overwinning heeft je de Mars Badge verdiend. En je krijgt 4300 Pokédollar voor het winnen. Nou, dan ga ik er even flink 3 Ultra Balls van kopen. De Mars Badge laat Pokémon tot level 70 naar je luisteren. Sterkere Pokémon zullen wild worden. Je negeren in gevecht. Voed je Pokémon niet op, niet te veel op om het probleem te voorkomen. Wacht, alsjeblieft, neem dit met je mee. Je krijgt TM04 van Sabrina. Het is iets leuks. Oké, tof, chick. Ja, Calm Mind, tuurlijk. Dat is mijn favoriete aanval, heel toevallig. Nou, als het goed is, kom je nou gewoon meteen weer bij het begin uit. Niet, oh nee, dan moet je vet lang zo lopen doen. Moeite is een concept. En ik vind dit niet leuk. Oké, ik heb geen idee wat ik kan doen, maar ik ga gewoon iedere keer naar boven en naar beneden. Want de theorie is, zie je? Als je gewoon net zo lang naar boven en beneden gaat, dan kom je overal uit, joh. Niet normaal. Oké, laten we eerst eventjes snel langs het Pokémon Center gaan. En dan gaan we eventjes snel langs Zapdos. Waarom langs Zapdos? Nou, we hebben nog geen Zapdos gevangen. Of zullen we beginnen met, wat is het, ja, Articuno. Voor de mensen die het nog niet wisten, het is Articuno, eindigt op Uno, dan komt Zapdos, Dos is 2, Uno is 1. En dan komt Moltres, en Tres is 3. Het zijn de 3 vogels en ze zijn gewoon genummerd van 1, 2, 3. Dus ja, eigenlijk moeten we beginnen met Articuno, want die heeft 1 in zijn naam. Ja, ja. Wat we ook trouwens nog even moeten doen, is de Move Strength halen. Bedenk ik me ook opeens dat ik die nog niet heb, weet je wel. Ben ik hier eigenlijk al geweest? Ja, ik ben hier. Voor mij is dit ook toevallig de plek waar je strength kan halen. We hebben namelijk een keer een item gevonden, volgens mij genaamd Gold Thief, als ik me niet vergis. Waarschijnlijk is het een key item. Ja, hier. Gold Thief, a secret of false thief lost by the Safari Zone's warden. It makes his smile sparkle. Voor mij is het of dit stadje of het stadje van de Safari Zone, wat wel logisch klinkt. En die vent is dan zijn gebit kwijt. En als je dat aan hem teruggeeft, dan krijg je strength. En dat is misschien wel handig om een keer te doen. Zo. Waar is die pick? Hier is de Safari Zone, toch? Ja, Safari Zone. Hoppakee, even naar die bitch toe. Oh nee, voor mij is dat hieronder. Volgens mij woont hij hier zo. Even op de brievenbus kijken. Safari Zone's Warden. Hey, dat klinkt heel interessant. Hallo meneer. Mooi, prachtig, emotioneel. Dit is gewoon fantastisch. The Warden popped in his teeth. Warden, thank you, Lassie. You're a real lifesaver. No one could understand the word that I said. Niemand kon me begrijpen. Al wat zielig. En dan krijg je iets voor de moeite. HM04. En dat is natuurlijk strength. Als het goed is hebben we nu alle HM's, maar dat weet ik niet zeker. Laten we eens even checken. Laten we eens even lekker checken. Dan gaan we naar de hoofditems en dan gaan we naar de TM-zak. En dan hebben we Cut, Fly, Surf, Strength, Flash, Rock Smash. Ik mis er nog 2. Motherfucker. Ik mis er nog 2 ook. Welke mis ik dan nog? Toch, zijn er toch 8 of niet? Zijn er maar 6. Het zou ook best kunnen dat er maar 6 zijn. Nee, ik mis er echt geen 2. Ik heb ze allemaal wel, denk ik. Nou, in ieder geval, super tof. We hebben de HM's die je nodig hebt. De HM staat voor Hidden Move. Maar zo hidden zijn ze niet, want ik heb ze allemaal. Volgens mij ligt hier achter een Rare Candy. Het is handig om het eventjes te leren aan iemand. Nou, Rare Candy niet te leren, maar de Strength Move. Waardoor je stenen kan verschuiven. Weet je hoe ik er opeens aan dacht van shit, ik moet even Strength leren? Omdat ik dacht aan Articuno. Als je een Articuno toe wil, die kutvogel, dan moet je eerst allemaal puzzels oplossen met stenen duwen. En ja, dat is wel handig als je dan zeg maar
Ja, de move. Heb strength. Nou, dan leer ik je agility af. Doei. Zo. Ik heb een cd op mijn hoofd. Wat gek. Zou ik ook een keer moeten doen. Gewoon een cd op mijn voorhoofd. En kijk, ik ben een Pokémon. Zo werkt het niet, man. Nou, dan ga ik even lekker duwen met anaaltjes. De beste Pokémon ooit. Woehoe. Yay. Ik heb een rare candy gevonden. Yay. Oké, dan gaan we nu verder met ons avontuur. Ik zou toch voor om naar Zapdos te gaan. Gewoon puur omdat ik dat een mooi gebied vind. Zapdos woont in een soort van verlaten elektriciteitscentrale. En dat is pittig badass. Voor mij is dat hier toch? Ja, dat is hier. Als ik me niet vergis, ik maak veel vergissingen, dat weten jullie. Maar als ik me niet vergis, is het hier. Kunnen hier ook nog Pokémon vangen misschien? Misschien is het hier nog een Pokémon die wij gewoon niet hebben. En dan hebben we hem zo meteen wel. Wauw, een Spinarak. Ik vind Spinarak een leuke Pokémon. Maar ik hoef hem niet per se te vangen van de game. En dan doe ik het ook gewoon niet, weet je wel. Wauw, Pikachu! Dat is even een potje chill. False swipe, bitch. Een level 17 Pikachu. Daar word ik opgewonden van. Dat merk je. Pikachu, daar word ik opgewonden van. Weet je, ik kan nu wel helemaal moeilijk gaan doen. Maar ik kan ook gewoon een Great Ball gooien. Waarschijnlijk zit hij er toch in. Pikachu, ik kies jou. Gewoon puur omdat ik je dan even gauw een Thunderstone geef. En dan heb ik er weer twee Pokémon bij. Yay! Dat ging makkelijk. Pikachu's data was toegevoegd aan de I don't give a fuck decks. Yay! Geef een naam aan Pikachu. Ik noem je... Trini. Truus. Oh nee, mijn oma heet Truus. Misschien is mijn oma dit wel helemaal niet leuk om zo op internet te staan. Dan noem ik je... Fleur. Ik vind Fleur wel een leuke naam eigenlijk voor een meisje. Dus als je dit kijkt, denk godverdomme, ik heet Fleur. Gefeliciteerd. Vooral gefeliciteerd. Ik heb ook geen idee waarom ik deze Pokémon opeens Fleur noem. Ik vind het soms gewoon leuk om allemaal Pokémon rare namen te geven. Ah, een Pichu, wat schattig! Die Pichu heb ik blijkbaar wel een keer gevangen van shit. Als ik nou geen Pikachu kan vinden in deze game, kan ik altijd nog die Pichu heel veel friendship geven. En heb ik er alsnog geen. Nou, wat een goed idee. Misschien heeft deze gast nog iets leuks voor me. Voor mij heb ik hier al wat van gehad. Voor mij was het als je 20 Pokémon had, krijg je een Everstone. Ja. Precies, ik had van hem de Everstone gehad. De steen die je aan een Pokémon kan geven als je niet wil dat hij evolueert. Waarom de fuck zou je dat niet willen? Precies. Moet even gauw één Pokémon in mijn PC dumpen. Ik kan in principe James Bond wegdoen. Die heeft toch geen toegevoegde waarde meer aan het team. Of hij kan zeker surf. Is hij de enige Pokémon die surf kan? Dan heb ik hem namelijk wel nodig. Kijkertjes. Ah, oh, we moeten even Pikachu vinden. Daar is hij, Fleur. Een leuke schattige naam toch. Ja, ik hoop niet dat de kijkers boos zijn dat ik hem Fleur heb genoemd. En niet Pimo of Vagina. Ik kan begrijpen dat je een beetje teleurgesteld bent kijker. Maar zoals ze in Frozen zeggen, let it go. Nou, dan pakken we die Thundersteen en die pompen bij Fleur in der Becky. Ja, we gaan er meteen vanuit dat het een meisje is. Ik bedoel, Pikachu is gewoon een meisje, behalve Ash Pikachu. Ik moest dat laatst echt opzoeken of Ash Pikachu nou een mannetje of een vrouwtje was. Ik bedoel, ik ging er wel vanuit dat het een mannetje was, maar het had gewoon een vrouwtje kunnen zijn. Behalve dat iemand het jochie noemt. Volgens mij noemt Ash Pikachu best vaak jochie. Dat is wel duidelijk bewijs. Hey, Fleur! What the fuck, man? Wat is er met jou nou weer gebeurd? Ja, manicure. Manicure. Oké, Fleur. Jij zegt het. Oh, gekke Fleur. Nou, Fleur, ik heb goed nieuws. Nou, Rick, wat gaan we doen dan? Ik stop je gewoon meteen weer in mijn computer om er nooit meer uit te komen. Yippie, yay! Isolatie van de buitenwereld. Hoera! Hier, je mag in boxen nog iets. Yay, Lottem. Oké, welke Pokémon heb ik nou bij me? Schama. Kijk. Het is zo'n schattige Pokémon, dat heet die schaamhaar. Wie verzint zoiets? Oh, wacht, ik. Tarzanham. Die moeten we ook nog trainen. Waarschijnlijk nog maar één leveltje, dan wordt het een Persian. Heb ik weer een Pokémon in mijn verklote Pokédex. Nou, in ieder geval, Fleur, bedankt dat je meedeed deze aflevering. Je hebt mijn leven gebeterd. Oké, dan lopen we nu naar beneden. Dan gaan we naar de supergeheime centrale. Ik vond het best wel goed van mezelf als kind dat ik dit wist te vinden. Ik had iets van, hé, er is hier water? Waar gaat dat heen? Je had ook gewoon op de kaart kunnen kijken. Weet je, als je op de kaart kijkt... Dan valt je al gauw iets op van, dit klopt niet helemaal. Kijk maar. Town map. Kijk je op de kaart en dan, wat is dit? Oh nee, het is echt hier. Het is echt, oh nee, hieronder. Hier, power plant. Dat je denkt, ja maar, hoe kom je daar dan? Maar als kind heb ik echt gewoon gedacht, wat is dat water daar? En toen, wow, super geheim gebied. Ik ben vast de enige persoon in de wereld die deze Pokémon gevonden heeft. Zo ging het dan weer niet. Ik was sowieso niet zo'n Pokémon held. Weet je waarom niet? Weet je waarom niet, kijker? Wil je eigenlijk ook niet weten, namelijk. Ik heb mijn masterbal, mijn allereerste masterbal ooit, heb ik gebruikt op... Nee, shit, ik moet even andere Pokémon halen, want ik heb niemand die surf kan momenteel. Dat is niet handig. Mijn allereerste masterbal ooit heb ik gebruikt op Moltres. Ik kwam Moltres tegen als eerste van de drie vogels. Ik dacht, shit, een legendarische Pokémon. Wauw!
En toen heb ik hem gewoon meteen gevangen met een masterball. Ja, een beetje een stress situatie. En toen moest ik dus later Mewtwo moest ik later in de game vangen. Zonder masterball. Dat is best moeilijk. Ik doe Meowth nog eventjes weg. Sorry Tarzan Ham, jouw tijd komt nog wel. Eerst moet eventjes dat irritante verlepte paard level 40 worden. En dan kom ik later in de game een Rapidash tegen en dan word ik boos. Waarschijnlijk is dat de situatie. Oké dan. Bowlingbal, wat een gekke naam. Ik heb Zigzagoon nodig. Het liefst de Zigzagoon, de goeie. Pornhub, precies. Pornhub is de Zigzagoon die iedere trainer zich maar kan wensen. Nou, hij kent surf, hij kent alle moves. Mooi, dan gaan we nu richting de elektriciteitsfabrikant Nuon. Nee. Als ik op mezelf woon en ik heb stroom nodig, ga ik bij de Atoomstroom. Voor mij is dat een van het bedrijf. Die heet er zo, Atoomstroom of iets in die richting. Weet je wat voor stroom die hebben? Atoomstroom. Dat is gewoon stroom van kernenergie. Het is gewoon 100% kernenergie shizzle. En het is fucking goedkoop. Want heel veel mensen denken, eeuw, kernenergie vies, dan gaan we allemaal dood. Dan krijgen we allemaal ziektes, dus dat draag ik niet aan bij hoor. Daarom is vet goedkoop. En atoomstroom is ook gewoon de toekomst, haters. Ik ga trouwens even in dit water, want er zit een wormpool in. Dat vind ik wel interessant. Wat zit er nog meer in dit mysterieuze water? What the fuck? Ah! What? Oh nee, hij kan wegrennen. Hij gaat wegrennen. Shit. Hij gaat natuurlijk wegrennen. Dat is wat Raikou doet. Zou ik voor de grap even één pokebal gooien? Ik kan een masterbal gooien nu kijken. Ik kan een masterbal gooien, maar ik kan ook gewoon een ultrabal gooien en hopen dat hij erin zit. Go, Rick. Go, Rick. Je bent de beste. Vang een Raikou. Nee! Hij is er wel gewoon nog. Ik dacht dat hij altijd wegrende, joh, die Raikous. Of niet? Nee, dat is wel niet, huh? Ik zet voor de grap maar even inzetbaar in. Raikou, niet wegrennen. Dit gevecht kent weinig regels, maar als je wegrent, ben je stom. Ik vind je echt een prachtige Pokémon. Voor de mensen die niet weten hoe het werkt, als je begint met een... De Pokémon die je ze hebben tegengekomen is voor mij super effectief. Nee, jij bent er super effectief op. Voor mij is dat het. Ik begon in ieder geval altijd met een Bulbas, met een Squirtle en dan kun je later in de game Raikou vangen. Dus ja. Gooi nog een Ultra Ball, Rick. Je hebt er maar 30 mee. Je moet zo meteen nog een Zapdos vangen, maar doe hem maar gewoon, loser. Nee! Shit! Shit, shit, shit. Nog een Ultra Ball. Kom op! Bam! Dit is 3KB. Zet deze gekke track... Oh nee, nou deze gekke track zet jij hem op replay. Zet hem op je iPhone of op je BB. Dit is die shit van 3KB. Ik noem je iPhone. Of Blackberry. Nee, ik noem je iPhone. Geen idee waarom. Ik vind het gewoon een mooie naam voor een mooie Pokémon. Ik had hem ook Steve Jobs kunnen noemen, maar daar is het nu te laat voor. iPhone. Nou jongens, hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder met Pokémon Leaf Green Randomizer. Denk in ieder geval dat we deze aflevering een groot begin hebben gemaakt aan het zijn van awesome. Ik ga denk ondertussen een klein beetje Pokédollars verdienen, want het is wel handig als we die hebben. Want zonder Pokédollars, dan kunnen we niet ownen. Nee, het probleem is vooral dat zometeen heb ik 30 ultraballs en dan gaan we naar Zapdos toe en dan vang ik hem niet met die 30 ultraballs en dan is de hele video verneukt. Dat wil ik niet. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Pokémon Leaf Green Randomizer. Doe even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Doei!